Leven lang ontwikkelen binnen Huibrechtsgroep is verschrikkelijk belangrijk. Zeker omdat wij ervaren hebben een jaar of 10, 15 geleden toen we nu fabriek gingen bouwen. Dat onze mensen eigenlijk niet klaar waren om met de nieuwste technieken om te gaan. En omdat de technieken constant veranderen, hebben we toen besloten al onze mensen om te scholen, een bedrijfsschool op te zetten en op die manier onze mensen altijd speelklaar te maken voor de markt en de technieken van de toekomst. En heeft ons geen windeieren gelegd. Je kunt in onze cijfers gewoon terugzien dat je op die manier fantastisch in deze maatschappij kunt blijven presteren. Binnen Huibrechtsgroep geven wij vorm aan een leven lang ontwikkelen. Eigenlijk op 3 of 4 verschillende manieren, want het ligt toch een beetje aan de personen. Want je hebt personen die je moet bijscholen. Je hebt personen die je slimmer en breder wilt maken. En je hebt personen die je daadwerkelijk voor hun toekomst een andere scholing moet aanbieden. Dus je hebt eigenlijk tot 50, 55 de mensen die je proberen breder te maken of meer de diepte in te laten studeren. En boven de 55 zeggen we, jongens, jullie moeten studeren om bij te blijven. Wat betekent dat in praktijk? Dat betekent dat we een bedrijfsschool hebben, eigen leraar hebben, waar we alles tot en met mbo niveau 4 kunnen meegeven aan onze mensen. En dat we naderhand en extern en met andere scholen samen ook op hbo niveau diverse dingen doen. We blijven wel een beetje in het stramien zitten van het standaard onderwijs. Want dat betekent dat de mensen ook op een ander nog iets aan de opleiding hebben die ze hier intern krijgen. De visie van Huibrechtsgroep op arbeid in de toekomst is eigenlijk toch wel een beetje bijzonder. Er zijn mensen die vinden arbeid een doel. Er zijn mensen die vinden het een middel. Maar ik vind heel de arbeidsmarkt eigenlijk een middel om te komen tot meer welzijn en welvaart in de maatschappij. Dat betekent dat je de mens daarin centraal zet. En als je iemand op een fatsoenlijke manier in het geheel wil laten functioneren, dan moet je een balans vinden tussen privé en zakelijk. Je ziet dan ook heel veel mensen die op dit moment van een hbo-school komen of van school komen, die niet kiezen voor een fulltime dienstverband. Waardoor je een betere balans krijgt tussen die twee levens. Ik denk dat dat stukje in de toekomst heel belangrijk wordt. En ik denk dat het ook belangrijk wordt om in de toekomstige arbeidsmarkt te beseffen dat hetgene waar je mee je begint zeker niet hetgene is waarmee je eindigt. Dat je dus heel stabiel moet werken aan een verbreding van je kennis en een verbreding van je kunnen.